Het hoofdadvies is, denk goed na wat je doet. En ga je toch op vakantie, ga dan wijs op reis. Ken de regels in het land van bestemming en vooral zorg dat je ook tijdens je vakantie steeds op de hoogte blijft. Een vakantie in Nederland kan en mag. Maar het openbaar vervoer is en blijft voor noodzakelijke reizen. Dus als je in Nederland op vakantie gaat, pak de fiets of de auto. En verder moet je je natuurlijk ook als toerist in eigen land aan alle basisregels houden. Punt 2. Vakantie in het Caribisch deel van het Koninkrijk en Europa. En met Europa doel ik formeel op de landen in de Europese Unie, het Schengengebied en het Verenigd Koninkrijk. Tot 15 juni staan alle reisadviezen sowieso op oranje. En geldt dus een negatief reisadvies. Reis alleen als het echt noodzakelijk is. Vanaf 15 juni willen we zoveel mogelijk van deze landen weer op geel zetten. Dus reizen is verantwoord, maar let op. Het belangrijkste criterium om van oranje naar geel te gaan is of de gezondheidsrisico's in een land vergelijkbaar zijn met die in ons land. Dat geldt naar verwachting eigenlijk voor bijna alle landen in Europa en voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. In principe is reizen naar die bestemmingen vanaf 15 juni dus weer verantwoord. Met wat we nu weten denken we per 15 juni voor 12 landen een geel reisadvies af te kunnen geven. Daaronder populaire vakantielanden als Duitsland, België, Italië en Kroatië. En ook de 6 eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk. Vervolgens hebben we goede hoop daar tussen 15 juni en 5 juli een groep andere landen aan toe te kunnen voegen. Dan zullen naar verwachting onder andere ook Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Zwitserland weer open zijn voor Nederlanders. Voor sommige landen is er nog even koffiedik kijken en een volledig overzicht van onze verwachtingen is straks beschikbaar op nederlandwereldwijd.nl. Tot slot punt 3. Reizen buiten Europa. Ook daarover kan ik kort zijn. Dat raden we af. Om de risico's op een nieuwe uitbraak onder controle te kunnen houden. De reisadviezen voor landen buiten Europa blijven daarom voorlopig oranje. Dat wil zeggen, ga er alleen heen als het echt niet anders kan. En als je terugkomt uit zo'n land, dan ga je meteen 2 weken in thuisquarantaine. En dan nog 2 laatste adviezen voor iedereen die kijkt. Ten eerste, kijk regelmatig op nederlandwereldwijd.nl voor het laatste reisadvies. En download vooral de reisapp. En ten tweede, kijk ook op rijksoverheid.nl voor meer informatie en antwoorden op alle mogelijke concrete vragen. Zo wordt de zomer van 2020 een periode van wel ontspannen, maar niet verslappen. En houden we corona samen onder controle.